Lage Landen. Gelegen in de monding van de Eems, de Rijn, de Maas en de Schelde. Gevormd door de dynamiek van water en land. Een gebied waar de hoogte het verschil maakt tussen voor- en tegenspoed. Al vele eeuwen zijn de inwoners van de Lage Landen actief in het beheren van het water. In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn verschillende waterschappen en Rijkswaterstaat begonnen met het gestructureerd in kaart brengen van de actuele hoogte van het maaiveld. Het actueel hoogtebestand Nederland, het AHN, was een feit. De inwinning van het AHN vindt plaats met behulp van laseraltimetrie. De ingewonnen data wordt bewerkt en zo ontstaat er een goed beeld van de daadwerkelijke hoogte van het maaiveld. In AHN 1 werd de hoogte op 15 centimeter nauwkeurig vastgesteld in een vlak van 4 bij 4 meter. Bij AHN 2 is dat verder verbeterd. Nu is de hoogte bekend van iedere halve meter bij een halve meter met een nauwkeurigheid van 5 centimeter. De inwinning van AHN 2 omvat 135 miljard meetpunten en loopt van 2008 tot en met 2012. Het AHN wordt uiteraard ook door ons waterschap toegepast en wel voor verschillende doeleinden. Eén voorbeeld is het pijlbeheer, maar een ander voorbeeld is inspectie van onze dijklichamen, zowel boven water als onder water. Door periodiek te meten kun je nagaan en kun je ook echt zien dat er verschillen in hoogte gaan ontstaan op de dijklichamen. En dat kan vervolgens aanleiding zijn voor een persoonlijke inspectie van de dijkvakken. Rijkswaterstaat heeft belang bij bruikbare en betrouwbare geo-informatie. Geo-informatie heeft niet alleen een X- en een Z-component, maar ook een Y-component, hoogtes. We krijgen steeds gedetailleerdere informatie, kunnen die steeds beter uitwisselen. Fascinerend is om te zien dat het niet alleen bij Rijkswaterstaat en de waterschappen gebruikt kan worden, maar ook bij provincies voor stedelijke waterproblematiek of voor archeologie. Leersum heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met wateroverlast als gevolg van hevige regenval. En de gemeente heeft de wettelijke taak om daar maatregelen voor te nemen. Om dat in beeld te brengen hebben we daarvoor een rioleringsmodel gebruikt in combinatie met het hoogtebestand Nederland. Van die verschillende knelpuntlocaties heeft DAV de contouren van het afstromingsgebied bepaald. Vervolgens hebben wij een aantal locaties bepaald waar grootschalige voorzieningen aangelegd kunnen worden. Op die manier hebben wij dus de verschillende deelvoorzieningen gedimensioneerd. Dit deel van Zeewolde is een krekengebied wat gevormd is tussen ongeveer 6000 en 3000 voor Christus. Nou zie je dat langs de weg erg goed, maar verder in het landschap zelf is dat niet zo duidelijk te zien. Daar komt AHN ons juist heel erg van pas. Door het gebruik van AHN was het mogelijk om de archeologische verwachtingen in Zeewolde nauwkeuriger in kaart te brengen. Dit heeft tot gevolg dat niet voor ieder nieuw initiatief verkennend veldonderzoek hoeft te worden uitgevoerd. En omdat een van de uitgangspunten van de wet archeologische monumentenzorg is dat de verstoorde betaalt, levert dit ook nog eens een besparing op voor die initiatiefnemer. Verleden, heden en toekomst. Het actueel hoogtebestand Nederland is er klaar voor. Het vormt een fundament voor goede besluitvorming en de 3D-visualisatie van Nederland. De data is beschikbaar en de toepassingen worden in samenwerking met de gebruikers ontwikkeld. Het AHN kent als geen ander de waarde van hoogte in de Lage Landen.